zo. You are in control. En ja. Ja, you are in control nou, hè? Ah, ja, hij heeft control. Ik niet. Nee. Dat had ik al gemerkt. Jij denkt, wat de fuck Peter, wat doe je tussen al die vliegtuigen? Nou, deze week is Ace Combat 7 Skies and No gelanceerd en we worden verwend met echt een droom voor velen. We gaan namelijk vliegen en ook echt vliegen. We gaan de situaties in de game naspelen en dus zijn we hier op Lelystad Airport waar dat gewoon kan. We worden straks in een heel klein vliegtuigje gezet. Ik ga ook echt heel erg zelf vliegen en dan moet ik een klein dingetje vertellen. Ik heb een behoorlijke mate van vliegangst. Ik weet, ik vlieg veel voor mijn werk, maar bij turbulentie, opstijgen, landen, knijp ik de leuning van de stoel kapot en heb ik altijd mijn ogen dicht. Kortom, er komt nogal wat angst bij kijken. Die moet ik vandaag gaan overwinnen. Dat gaan we hier doen op Lelystad Airport. Maar het is in ieder geval een once in a lifetime opportunity die we gaan meemaken. Awesome. Het belangrijkste van de dag, de waiver, waarin ik afstand doe van al mijn rechten, zelfrespect, alles wat ik ooit heb opgebouwd in mijn leven. Ik zie af van afsprakelijkheid, af aansprakelijkheid en ik beloof niet te vervolgen als er iets met mij gebeurt. Bij deze plechtig, ook nog opgenomen door jullie als er iets gebeurt bij deze. Waar gaan we vandaag mee vliegen? Het is echt heel erg mega vet. Het is een Black Shape. Het is dit vliegtuig. Er kunnen twee piloten in. Ik zit straks achterin. En ik ga straks op het opstijgen en landen nou ook echt vliegen. Maar dat doe ik niet alleen. Ook een collega van een andere website gaat ook vliegen. De bedoeling is ook dat we allemaal tactische manoeuvres gaan uitvoeren. En dat we echt achter elkaar gaan vliegen en zo. Het wordt echt mega spannend, super eng. Bij het opstijgen gaan ze zelfs 1,5 meter van elkaar af. Dus naast elkaar. Dus goed, dat ga ik niet doen, maar dat wordt ook heel eng. En er is een mogelijkheid dat er G-krachten komen van +4 tot -4. Afhankelijk van hoe gek we het gaan maken en hoe mijn maag het houdt. Ik heb net een broodje kroketten op de dag moeten eten. En nu vraag ik me af of dat verstandig is. 100 pk motor, super klein. Vliegtuig is heel licht, kan 250 fucking kilometer per uur. En waar gaan we vliegen? Over Markermeer. Dus dat gaan we straks doen. Ik ga hem straks opzoeten en dan gaan we het vliegtuig in. Jullie kunnen alles volgen. Middels mijn hoofd. Dus dat wordt vet. We gaan het doen, we gaan erin. Collega Martin, die kwam net lijkbleek terug. Dus ik heb er zin in. Het wordt helemaal leuk. Ik ga mijn angst overwinnen, want dat doe jij ook, hè? Angst overwinnen. Ik heb geen angst. Nee, jij hebt geen angst. Ik heb wel. Ik trek het niet, man. Ik moest net nog een keer pissen extra. Ik denk, wat de fuck gebeurt hier? Zeker toen ik Martin zag. What the fuck. En ik ga alles zelf vliegen, dus we gaan het gewoon zien. Ik ga mee. Ja, tuurlijk. Ik ga met je mee. Ja, ik heb voor comfort class geüpgrade, dacht ik. Maar. Maar goed, we gaan erop af. Wens me succes, jongens. Godspeed. Mama, ik hou van je. Heel erg. That's it, check 118485. Out of here, Lelystad Papa Hotel 4 November, 3 formation. Daar gaan we. Oh mijn god. En we zijn los. Jezus. Landing hier op. Oh mijn god. Is dit heftig, Jezus. Wow! Is dit turbulentie of ben je maar aan het kutten? Nee, dit is turbulentie. Dit is turbulentie. We zitten nu op 200 voet, 250 voet is 75 meter. Stappen op nummer 3, check.
Oh, wat is dit dichtbij? Oh, man. Bizar. Mag ik al vragen over G-krachten? Ja, die hebben we nog niet. Die hebben we. Nou, voelde ik wel heel stom dat ik het ging vragen. Want ik dacht, ik kan het nog niet zijn. Maar ik voel wel al iets. Ja, je voelt er iets, maar het is heel weinig waar. Ja. Ik zal er even laten zien hoe strak dat kan. Oh, jezus. Oh, jezus. Nou, we vallen niet naar beneden, hoor. Nee, ik geloof dat we niet naar beneden vallen. Neem het van je aan. Het is wel leuk te melden voor de mensen thuis. Dit vliegtuig heeft gewoon een parachute. Echt bizar. En dat hele ding. Echt heel tof. Ja. Wist ik ook niet dat ik het ooit gezien, maar... Gaan we niet gebruiken. Nee, maar even serieus. Met F-16's gaat het toch niet zo dicht bij elkaar? Ja hoor, ook. Ja, hetzelfde. Jee, mag echt. En dan gaat het natuurlijk vele malen sneller, want we gaan nu ongeveer 250 km per uur. Ja, we zijn nu ongeveer 250 km per uur. Maar je hoeft je meters te kijken of af. Ja hoor. Kan ook. Echelon turn, en dan maken we een bocht en dan blijven we ter hoogte van hem. Dus niet aan de vleugel, maar onder hem. Oh, what the fuck is dit? Dat heet een echelon? Ja, echelon turn. Oh man. Oh, kijk dit jongens, dat is toch bizar? 3 seconden pitch out. Nou, daar gaan we wat geens meemaken. Nee, echt serieus? Ja? Oh, kut, fuck ja. Oh! Oh, what the fuck! Dit was waarschijnlijk 0,2 G. Nou, ik weet niet. We gaan nou daar, zie je die baggeraar? Ja. Die gaan we aanvallen. Oké. Dan gaan we nooit, dan gaan we niet richting dat ding vliegen. We vliegen altijd naast, hier langs. Dat komt vanwege de SAM-site. Ja. Ik speel heel veel games, dus ik weet dat. En dan gaan we de pitcher vinden. Oh my fucking god. Oh, what the fuck. En dan gaan we hem aanvallen. Oh, wat mooi. En nu op het laatste moment. Hupsakee. Nu wel even recht. Mikken, bommen eraf en weg. Dit is 4G. Dit is 4G, oké. Eens even kijken, ik neem als target neem ik het derde huisje daar. Van rechts staan 3 huisjes. Ja hoor. En dan pakken we die. Dat is een centerpark volgens mij. Ja. Ja. 1, 2 en 3. Ups, omhoog. Oh. Oh wauw. Oh wauw, oh wauw, oh wauw. En dive attack. 1, 2 en uitrollen. 1, 2, 3 en opkomen. Oh, what the fuck! Oh. Jezus! Wat vet! Oh, wat ben ik hier niet voor gemaakt? Oh, jij moet ook denken wat een. Leuk hè? Wat een freakje zit achter je. Oh, wat heftig. 3 seconden, dus dan wachten we 3 seconden. Pitch out 3 seconden, zei hij net. Dus wachten, 1, 2. 3 en dan houden we erachteraan. Oh. Nou, dit is de basis van luchtgevechten, zeg maar. Ja. Je moet hem dus volgen. Maar 1, 2, 3 wachten en dan pas erachteraan. Ja. Hier. Nou ga ik naar de binnenbocht en dan zal je zien dat ik... kom ik dichterbij en dan ga ik schieten. En dan ga ik naar de buitenbocht toe. Hier, zo kan je luchtgevechten doen. Wauw, wat mooi. Echt heel tof. Leuk hè? Zo. Heel leuk. Dit vind ik echt heel vet. En Oké, you have control. Nee, wacht even. Oké, I have control. Wacht even, maar ik moet eerst even oefenen hoe dit werkt. Ja, heel rustig, heel rustig. Maar je helpt nog wel, niet, toch? Ja, niet naar boven, naar beneden, even wachten. Hoe we hem zien. Ja, en nu rustig erachteraan. Wacht, doe ik dit nu? Ja, dit doe jij. Trekken, trekken, trekken. Oh, what the fuck? Nee, what the fuck? Ja, dat doe jij. Oh, nee! Oh, wat heftig! Oh, ik vlieg! Dan gaan we hier een beetje naar rechts. Doe ik dit ook nog steeds? Ja, dit doe jij ook nog steeds. Nee joh! Jawel. Ja, jij bent bezig, kijk maar hier. Ja, ik zie je handjes, ja. Wat zeg. Ja. Nu moet je weer naar buiten, naar rechts toe, naar rechts. Zo, nee, kut. Ik heb help me even, ja. Dank je. Zo, en nu weer naar links. Ja. En joh, je controle nou, hè? Ja, ja, je controle. Ik niet. Nee. Dat had ik al gemerkt. Ja. Je hebt de regels uitgelegd. Als je hier naar beneden kijken, dan zie je de dolfijnen hier. De dolfijntjes! Yay! Wat vet! Volgens mij is het gesloten. Oh, vet. Oh, wat cool. Wat gebeurt er nu? We gaan nu richting het... Ja, richting het vliegveld. Ja, maar er ging een warninglampje aan, hè? Oh ja, dat maakt niet uit. Oh ja, dat maakt niet uit. Gaan we straks ook crabben? Dat doen we nu. Ja, we crabben nu eigenlijk, hè? Ja, heel vet, ja. Hey, je praat met een gamer, ik weet alles, maar kan niks.
Gaan we de wielen zo naar beneden doen? Nee joh. Jawel. Dat doe jij toch? Dat ga ik toch niet doen? Nee, dat heb ik al gedaan. Oké. Okay. De wielen gaan nu naar beneden. Ik zie het hele vliegveld niet joh. Dat denk ik zeer dat hier valt rond Rotterdam. Expecting Bravo in 5 minuten. Oh jezus. 023 left hand circuit, the Q&H van 004. 023 left hand van 004, Secretaire. Oh, daar staan we. Oh jezus. Starbuck to back one, final 3 green full stop. Oh, we zijn er weer. Oh jee. Okay. Nou, heel welkom, Scoopy-T. Dit is echt bizar. Dit is echt een van de tofste dingen die ik ooit in mijn hele leven meegemaakt. Echt. Wat is ook niet eng, want je bent echt fantastisch ook. Hij stelt je constant gerust. Het is wel eng, maar het is echt zo mooi. Je bent zo echt letterlijk in control. Ik heb echt best wel een stukje zelf gevlogen. Ongelooflijk vet. Zelfs het aanvliegen naar het vliegveld, waar ik helemaal niet zo goed kan, maar maakt het niet uit. Het is ongelooflijk tof. Echt bedankt. En de G-krachten, die waren, ja, heftig. Oh my god. Bizar vet. Echt. Te vet voor woorden. Echt, ik ben ook moe ook. Je ziet ook aan mijn verlepte hasjes. Zoveel indrukken. Nou ja, goed, jullie hebben het zelf gezien. Het is echt zo fucking mooi. Ja. Het is eigenlijk jammer, want nou gaan we Ace Combat 7 spelen. Dat is natuurlijk altijd minder. Oh god, was dit heftig zeg. Oh my god. Hij ging op een gegeven moment, ze vliegen zo dicht naast elkaar. Gewoon echt 1,5 meter naast elkaar. Ging er onder vliegen. Alsof het allemaal niks is. Dat doen ze dus ook met F-16's. Maar je vliegt gewoon 250 fucking kilometer per uur met die dingen. En je ziet dat er turbulentie is. Dus ik zat tegen het stuur, maar je ging een soort van schuin. Man, het is echt, dit is echt zo bijzonder als je de kans krijgt. Air Combat Europe. Echt, ik zweer. Ik ga dit een keer doen, maar dit is zo awesome. My god.